Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een keer een shoplogje voor jullie en wel van de Primark. Ik moet gelijk zeggen, de tas is super groot en ik heb helemaal niet zo heel veel spullen gekocht. Maar er zaten ook spullen in die niet van mij waren, dus daarom zit er zo'n grote tas omheen. Afgelopen weekend zijn we naar Arnhem geweest. We hadden eigenlijk wel zin om wat te gaan doen en we besloten eigenlijk om naar Arnhem te gaan. Gewoon even de stad in. En ik was eigenlijk helemaal vergeten dat daar een Primark zat. Dus ik ben ook helemaal niet gepland naar de Primark gegaan. Normaal dan is het ook leuk natuurlijk als je gepland gaat, want dan kun je er een beetje naartoe leven. Maar dit was dus echt totaal onverwachts. We kwamen langs de Primark. Nou, we kunnen wel even naar binnen gaan. En hij is groot. In Arnhem is de Primark echt super groot. En ja, ik moet zeggen dat het echt wel een heel verschil is als de Primark waar ik normaal kom. In Almere is dat. En deze was echt zo veel groter. Ook de bovenverdieping, daar hingen bijvoorbeeld de herenkleding, maar ook de kinderkleding. Ook had je daar de spullen voor in huis en pyjama's voor dames, maar ook het ondergoed voor dames. Echt zo anders als wat ik normaal gewend ben. Maar toch heb ik een paar hele leuke spulletjes kunnen vinden. Dus als je benieuwd bent naar wat ik heb gekocht, zou ik zeggen, kijk eventjes gezellig mee. Zoals ik al zei, is de tas mega groot, maar niet alle spullen die erin zaten waren voor mij. En eigenlijk zit nu alleen nog mijn spullen erin, want de rest is er al uit. Ik heb trouwens ook altijd een beetje moeite met het uitspreken van de naam. Want is het nou Primark of is het Primark? Volgens mij doet ieder dat echt op zijn eigen manier. En nou, ik weet niet of er echt een speciale reden voor is waar hoe je het nou uit zou moeten spreken. Maar goed, het valt me eigenlijk gewoon op. Goed, ik ga laten zien wat er in de tas zit. Oh ja, als eerste heb ik deze sokken. En deze zijn van Despicable Me, oftewel de Minions. Eigenlijk zijn sokken altijd wel iets wat ik meeneem bij de Primark. De sokken zijn gewoon heel erg leuk in eerste instantie. Ik vind de vriendjes echt super leuk die ze daar hebben. En ook zijn ze gewoon heel erg goedkoop, want ik had nu 3 paar sokken voor 4 euro. Ik ga ze er ook even uithalen, zodat ik ze ook echt even kan laten zien. Met deze erop. Dit zijn trouwens wel lange sokken. Ik ben dit keer niet voor enkel sokjes gegaan, want die had ik laatst al een keertje bij de Action ook gekocht. En ja, met dit weer vind ik het ook best wel lastig qua sokken, wat je het beste kan dragen. Dus ik dacht, ik ga weer een keer voor gewone. Dus deze met Bello erop. Dan deze met allemaal mini-hinnetjes. Ze zijn toch schattig. En dan heb ik nog deze met een hele lieve. Ik vind deze echt super schattig. Ja, ik vind het echt super leuke sokken. En aangezien je nou toch met een weertype zit dat je eigenlijk niet echt voor op uit kunt gaan wat je het beste kunt dragen, vind ik het ook niet erg om gewoon lange sokken nog te dragen. Want ik bedoel, als het regent trek ik toch geen sneakers aan. Dan draag ik toch vaak wel schoenen met een hakje of zo. En dan vind ik die enkel sokken helemaal niet lekker in zitten. Dus dan kan ik mooi deze nog aan. Dus dat waren de sokken. Dan heb ik een broek gekocht bij de Primark. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk nog nooit broeken heb geprobeerd van de Primark. Maar ik had wel echt een nieuwe broek nodig. En ik hou zelf nog altijd heel erg van skinny broeken. Zoals je kunt zien is deze ook lekker skinny. Hij is ook lekker donkerblauw. Volgens mij ook die op de camera zelfs nog wat lichter. Maar hij is echt wel heel erg donker. Ook is dit volgens mij nog een low-waisted. Ik hou niet zo van high-waisted. Maar de kleur vond ik echt geweldig. En bij mij is het probleem altijd met broeken dat ik dus... bij mij gaan ritsen altijd kapot. Dan heb ik echt een fijne broek en op een gegeven moment dan is het remmetje van de rit stuk. En dan gaat die rit steeds open. Dan weet ik wel dat je er een ringetje aan kunt maken. Zodat je die dan waarmee je de rits omhoog kan doen. Dat ringetje kun je om je knoop heen doen. Nou ja. Daar is een hele handige manier voor. Maar ja, goed, heb jij zo. Ik heb niet zomaar tegen ringetjes liggen. Dus
Nou ja, goed. Het was gewoon tijd voor een nieuwe broek. En deze broek die was 8 euro. En dat vond ik echt een heel laag prijsje. Zoals ik al zei, was ik niet echt bekend met broeken van de Primark. Maar ik ben hier wel echt heel erg benieuwd naar hoe deze gaat vallen en zitten. En ik ben er ook wel heel erg blij mee. Want ja, zo goedkoop een broek kopen, dat kun je eigenlijk alleen maar bij de Primark. Ik moet zeggen dat je ook wel heel veel broeken had met bijvoorbeeld van die gaten in de knieën. En ik weet dat het heel erg in is, maar ik weet eigenlijk niet of dat het bij mezelf past. Bij mij is het ook vaak zo dat als een hype eenmaal bezig is, dan is het later dat ik een hype ook wel leuk ga vinden. Maar dat duurt altijd bij mij eventjes. Dus ik heb nu even voor een gewone broek gekozen. Ik zal even de hangers eruit erin zitten. Dan kocht ik dit echt super leuke jurkje. En deze vind ik echt heel erg leuk. Hij heeft streepjes. Hij heeft verder een normale omvang. En dan op de achterkant heb je hier een soort, ja, een gaatje in de rug. En dat vond ik echt super leuk. Het jurkje was 7 euro. En ik vind het zelf heel erg fijn om in de zomer jurkjes te dragen. Omdat je het gewoon heel goed kunt combineren. Ook met slippers, maar ook met een mooie hakschoen. En ja, ik hou daar wel van. Ik vind het ook wel leuk om me zo te kleden. En ik vond dit jurkje zo erg super leuk. En ik moet zeggen dat er ook nog maar 2 van hingen. Dus ja, ik had zoiets. Ik vind hem zo leuk. Laat ik hem maar gewoon meenemen. En ja, ik ben echt heel erg benieuwd hoe die zit. Want ik pas eigenlijk nooit kleding bij de Primark. Het is altijd zo lang wachten voor de paskamer. En daar heb ik dan nooit zin in. Dus dan heb ik zoiets van, nou weet je, ik weet wat voor maat ik heb. Ik neem de maat gewoon mee. En dan is het meer op de gok. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe deze gaat zitten. Dan het laatste item wat ik kocht. Deze broek. Dit is gewoon een soort pyjama broek. Deze hing ook bij pyjama's. Er hingen geen shirtjes bij. Ik weet niet of die er ook niet bij horen. Of dat ze gewoon, ja, er niet bij zaten. Ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval, alleen deze hingen de broeken er. En er staan van die leuke emoticons op, van die aapjes. En ze hebben uit strakke pijpen, vind ik heel fijn. Ik zat eerst te twijfelen, omdat er dus geen shirt bij hoorde. En toen zat ik even na te denken. Ik vind het in de zomer heel erg fijn om een pyjama te dragen met korte mouwen. Gewoon s'avonds lekker op de bank, lekker een beetje in chill modus. Op de bank zitten in een pyjama. En dat zijn dan vaak van die pyjama's die tot net boven je bovenbeen komen, zeg maar. En op zich hoef je er geen broek onder aan te trekken. Maar ik ken mezelf, ik ga er gewoon aan trekken als ik geen broek onder aan heb. Ik vind het toch een soort van fijne idee om er een broek onder aan te trekken. En ik had eigenlijk maar 1 soort broek die ik eronder aantrok. En 1 is dan best wel weinig. En er zaten ook wel een paar kleine gaatjes in. Dan heb ik, als ik gewoon thuis ben, heb ik zoiets van, nou ja, boeien, ik zit in mijn eigen sfeer. Als er toch geen vreemden komen, maakt het me ook echt helemaal niks uit. Maar goed, het was wel lastig als die broek in de was zat. Want dan, ja, had ik hem s'avonds niet weer droog natuurlijk. Dus daarom kon ik eigenlijk deze broek wel goed gebruiken. En hij was nu afgeprijsd van 10 euro naar 5 euro. En ik vond hem zo leuk. Dat ik dacht, weet je, neem hem gewoon mee. Gewoon handig, gewoon lekker voor thuis. Ja, lekker in te chillen op de bank. Dus dat vind ik wel heerlijk. Ook deze heb ik niet gepast. Ik ben wel heel benieuwd hoe die gaat zitten. Maar ik denk haast dat hij wel goed zit. En ook hierop staan trouwens allemaal van die kleine emoticons. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Primark, ja, daar heel erg zijn ding in heeft gevonden. Dit waren mijn aankoopjes eigenlijk. Zoals ik al eerder zei, ik heb niet zo heel veel gekocht. Ik ging natuurlijk ook niet met de intentie om echt te gaan shoppen. Maar de dingetjes die ik heb gekocht vind ik super leuk. Ik vind dat ik al met al gewoon goed geslaagd ben. Met die dingetjes. Ik ben er ook heel erg blij mee. En ja, ik dacht ook, ik ga gewoon gelijk de video opnemen. Want ik wil ook gewoon graag de spulletjes gaan dragen. Dus, nou ja, goed. Bij deze heb ik het dan allemaal laten zien. En kan ik het ook eventjes wassen en zo. En dan kan ik het lekker gaan gebruiken. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je graag abonneren op mijn kanaal.
Mocht je de video leuk hebben gevonden, je mag altijd een like geven. Dat vind ik hartstikke leuk. En voor nu wil ik je gewoon bedanken voor het kijken. En dan zie ik je heel snel weer. Doeg!